Hallo en welkom terug bij een nieuwe part of, we hebben een naam, Building the Town of Doan. We hebben de naam echt gewoon random bedacht. En ja. Joh, die had iets random letters getypt, dat is heel raar volgens mij. Toen heb ik er gewoon een paar uitgehaald en gezorgd dat het Engels klinkt. Ik had iets van Doken of zoiets. Ja, Doanian, iets zoiets in die tijd. Doanian. Of zo, ja, of zoiets. En Doanne, of zo, weet ik niet meer, maar het is heel raar. Doanne geworden. En ja, ik vond het best grappig klinken, dus toen gingen we op Google vertalen en toen gingen we kijken hoe het klonk. En volgens mij is het zelfs een echte stad, want als je Google vertaler, als het woord veranderde, een extra letter toevoegde, ging je terug naar bedoelt u. Dus voor mij is het een stad of iets. Ja. En het echt, dus. Ja, maar zullen we gewoon de nadering gaan? Dus, maar ja, het Engels, ik weet niet of het Engels iets betekent, dus. Ik weet echt niet wat het betekent, maar en in, als je terug naar Nederland staat, staat er ook gewoon Doan. Ja, maar het is een stadnaam waarschijnlijk. Ja, maar let's go. Moet er nader nog gegenerate worden, of had jij dat al gedaan? Ja, ik had de L verwijderd, want de L was een beetje, ja. Dus zeggen we daar, ja, je spande zeg maar boven een soort van magma meer. Ja. Het is niet echt bepaald de leukste plek om boven te spannen. Nee, laten we een fortress zoeken. Een fortress. Ik wil een wither skeleton zien en ik wil ze afslaan. Ik pak wel van die mushrooms mee. Je houdt bij. Nee. Normaal spannen we alle vlakbij een fortress en dit echt gewoon zero. Je zit waarschijnlijk vlakbij aan de andere kant van die berg hier. Ja, die zit hier vast wel vlakbij. Weet je, ik is zo de neiging om de pigmenten in de face te melden zo. Dat weet ik, maar dan moet je niet doen, die dingen killen jou. Nee, ik heb skills. Wat doet het langzamer van de nether naar de normale wereld te gaan? Dan gaat het echt fix was. Ga je naar de normale wereld doen? Ja. Hout halen. Ja, dat ongeveer mensen niet. Echt, ik loop door de nether heen met bro, je hebt lek, jongen. Dat is de nether. Ik neem ook wat steenkool mee en wat stokken. Kijk, man on the mountain. Ik denk een pad van tochtjes en dat we niet verdwalen. Oké, ik heb een groot open gedeelte gezien. Ik weet niet of dat. Oké, zie je mij? Ja, ik ben nog niet in de nether. Oké, dadelijk moet je langs de netherportal kijken, zie je magma stroom en dan daar langs zie je mij. Oh, je loopt weg. Ja, ik zie je magma. Serieus? Oh, dan haal ik gelijk die torch weg. Terug naar de portal? Ja, nou, naar de magma stroom. Nee, de verkeerde kant op. Ja, welke kant dan? Ja, deze kant, wil je nu naar de magma stroom. Die kant? Nee. Die kant? Nee, die andere kant. Die kant? Nee. Die kant? Ja. Daar ging ik net heen. Nee, niet die kant. Welke kant dan? Naar mij toe. Waar ben jij? Ja, de kant van de magma stroom. Welke? Zijn er hier vier? Die uit het plafond komt, die over een berg heen. Ja, nu. Liep je nou. Ja, daar liep je. Je liep erheen, nou loop je weer weg. Ik ging net heen. Oh ja, dat zie ik niet van hier. De effecten zijn heel anders. Zie je mij toch hier wel staan? Nee, daar ging een magma stroom voor. Sorry. Oh, maar waarom kon ik jou dan wel zien? Weet ik niet, omdat jouw gedeelte al, dat gedeelte wordt mij nog niet gegenerateerd eerlijk gezegd. Oh, dus hoor je me eigenlijk zien te zweven. Ik hoor dat hier al fortress, want het ziet open en groter uit. En voor mij staat mijn range waarop ik denk, ik zie gewoon niet zo ver. Dat maakt niet uit. Oh mijn god, Twitch. Nee. Wat tochtjes in en zo. Ja, generate is lekker die wel zo hard, hè. Mag maar de stroom nou toch verder? Als, ja, in de maar kijk daarboven, ik zie hier allemaal magma stromen, het moet nog beginnen met naar beneden stromen gewoon. Oh, dat zie ik niet. Jawel, ik ga hier niet naar beneden. Nee, dat zie ik, ik had lekker, toen vloog ik er bijna in. Kijk, short time. Daar ben je, ik ga hier die glowstone weg halen. Nee, hoeft niet. We hebben toch zelfs geloofd. Ja, dat weet ik, maar ik wil ook een beetje legit doen en niet met je plugin de hele tijd. Sure.
De alle clones die we tot nu toe hebben gehad is met plugins. I love clones, clones. Wil je alsjeblieft niet gaan zingen? Ik deed alleen zo'n liedje na, de nummer 1 van de top 100 die van de show slijgt. Maar ik moet iets op school was. Je vindt nou weer een ook daar. Ik had die echt net een fortress verwacht, zo groot. Ik denk ik had dat die echt helemaal ondergrond was gespand. Ja, dat had ik straks ook. Laten we een brug maken hier. Laat ik mushrooms verzamelen. Loop niet aan, dat is ja, maar nog geen stuw van maken, anders is het echt jammer. Ja, dan hebben we niet genoeg items. We gaan hier een brug bouwen, denk ik. Dat zeg ik niet meer. Nee, dat zei ik net. Niet ik zei, we gaan hier een brug bouwen. Kijk, dit is toch handig als ik al die tortjes zo plaats? Ik bedoel, dat zie je goed. Ik luister hem best voor de kun je me protecten tegen vliegenwittende kubussen? Nee, wel tegen een vuurbal. Als ik jou was, zou ik heel snel gaan bouwen. Als ik mij was, kreeg mijn computer dan geen lag. Oh wee, als ik daar opkijk en alles wat ik heb gebouwd is meteen opgeblazen van gas. Oké, ik ben aan de overkant. Wacht even, ik maak de brug wat breder. Probeer jij aan jouw kant even de brug breder te maken? Dat kan niet, ik heb een lek over magma heen lopend heb een lek. Net als niet mijn favoriete ding. Ik haat magma. En ja, iedereen magma weet het als ze part 10 hebben gekeken op een survival headland. Ja, want jij was gewoon 20 diamonds kwijtgeraakt in één keer. Oh, Nicky, niet opnieuw. Bam, en je diamonds zijn allemaal weg. Niet opnieuw erover beginnen. Als je al je diamonds uit van Argot wilt hebben, nodig je al die uit in je Let's Play Survival. Yeah. In één keer al je diamonds kwijt als je weg hebt. Ja, vliegende kubus die vuurballen schiet. Awesome. Nou, oh, eigenlijk niet. Dat is niet awesome. Jawel, ik wil guest gear. Guest gear? Ja. Wil je een teer? Jongen, net omdat ik dat dagelijks heb. Hello my friend, how are you doing? Mijn zwart is van Diamond, je hebt goud, je hebt miljoen. Kom je nog? Ja, kom al, ik zou gewoon niet verdwaald raken. Ik zag je hier komen. Dan plaats ik overal tortjes. Zonder fortress vinden we geen widders kennen. Doe ik nou. Ga me heen. Ik denk hier omhoog. Ja, ik denk dat ik hier niet omhoog ga, maar meer even dat. Ah. Ik dacht even dat je een blok had en ving je me te slaan. Ik bescherm mij heel eventjes aan. Oké, ik bescherm jou met al mijn kracht die ik heb. Zo. Veel beter. Wat heb ik gedaan? Op varen gezet. Nu kan ik eigenlijk zien wat er boven me gebeurt. Niks. Zo. Sorry vriend, niet zo eng op mij afkomen gerend, dat trip ik hem helemaal, want dan flikker ik in de macht. Want ik zo zwaar gaan lachen. En dan zijn wel mijn diamond tools weg. Ik heb nog wel diamonds. Oké, maar. Oké, wat? Oh, wat met hunger bar is leeg. Kom even opwarmen, ik heb het een beetje koud. Dat geluid vind ik niet leuk. Waar ben jij?
Hey, er komt magma uit de lichtstroom. Ja, je hebt net genoeg generate gebied. Oké, dan kan ik even kijken of mijn geluid aanzet. Oh ja, jongens, mensen, magma maakt tegenwoordig een heel leuk nieuw geluidje. Hoor maar. En dan jongens weer mappen. Oh, dat zou je boos zijn geworden. Echt wat er nou kan gebeuren, alles hier overstroomt. Wat gebeurt er ook, maar goed. Ik heb gevonden waarop ons wil schieten. Kijk, daar kom maar, kan je hoor! Die dingen zijn echt zo zwaar, niet accurate, hè? Ik wel. Auw! Shit, hij hebt mij. Jij liep door de fucking muur heen en hij schiet elke keer op mij, vriend. Oh, serieus? Dat is goed nieuws. Oh, oh, stop met schieten! Wat heb ik je ooit misdaan? Gast. Van alles. Wat heb je ooit misdaan? Laten we beginnen met je gezet. Hey, zag je dat? Best spannen in de naam. Wat spannen we in de nether? Bert, van mijn point of view ziet dit er echt zo zwaar gaaf uit, hè? Hier, yeah. Hè? Oh ja, we hebben er nog een opgezakt. Lava! Oh, maar denk je? Fuck! Hij heeft wel een meisje, hoor, hier dan. Ik schiet zijn fireballen weg, met arrows. Oh, ik schiet arrows op zijn fireballen en op hem. Mickey, waar ben jij? Ik ben je kwijt. Ik ben op die berg, ik ben eigenlijk op mij aan het schieten. Daar ging! Fire at will! Je komt een gatje. Ja, daar liep ik dus. Fire at will! Oh. Dat beest moet echt leren mikken, jongen. Oh, bitch! Hij is dood, alleen voor zijn andere items nou daarboven. Ja, die geeft niks van. Nee, tegen daar, ik zie ze, ik zie het. Niet sterven alsjeblieft. Oh, een magma cube! Oh, wacht, het heet nou heet het ook alweer? Magma cube. Gunpowder? Nee, gunpowder, dat heet geen gunpowder. Nee, hij gaf gunpowder. Ja, ik dacht al, cube is dat van magma en zeg je, oh, wat de heck hebben we met pletten. Dat is hij dood. Geef mij magma cream, ik heb jou nodig, cream. Guests zijn leuk. La. Ze zijn echt serieus gewoon leuk, dat is echt grappig. Ja jongen, je ziet zo de leuk. Leuke target fortress. Dat is gewoon grappig als je iets weggemined moet hebben. Gewoon die dingen zo... Waar is onze fortress? Weet ik niet, maar als ze nog het water raken, ik heb een heel pad uitgezet met torches gelukkig. Kom hier naar boven, Nicky. Kom er al aan als je me niet zo snel doorgaat de hele tijd. Dan kan je niet zo snel bijhouden. Wat nou is vanaf hier? Nee! Wat nou is vanaf hier van de Big Man raken? Gewoon super. Dan je alles ook als vanaf hier zo heel bij weg ziet toevallig raak ik erheen. Ja. Dan zijn ze allemaal bij die plek waar je ze hebt geraakt. Of hier allemaal in de buurt van jou, dat je hier stond terwijl je schoot. Dat is allemaal boos op jou. Oh, met die volgende update als het werkt met die pijlen door de netherportal heen. Dan kan het goed zijn dat Back pas in de volgende update. Ik werk nog niet met pijlen, we schieten er gewoon doorheen. Dat ging erop en ik gisteren testen, ik kreeg allemaal pijlen in mijn kop. Echt geniaal, had je het gefilmd? Dat moet je filmen, dat willen mensen zien, ja, die pijlen. Weet je makkelijk het doen met beacon? Yes. Waar? Ik zie het niet. Ja, ik hoor hem ook, maar. Hij hangt boven de magma pool waarschijnlijk. We zitten in de magma pool. Serieus, weet je dat? Dat kan niet ingaan zitten, ja. Laat erin zien, hij zit daar, hij zat in die cave. Dat schelde, 3 blokjes. Oh, ze ging het van mij mijn al voeten de hele tijd, en 2 blokjes van mijn hoofd. Auw! Ah! Bij mij had hij echt gewoon één keer zo hier echt alles voor mij was weg en ik stond er gewoon, was het gewoon 3 minuten geleden of zo, hè? Toen jij ruzie had met die andere. En dat ding echt gewoon een dikke meter. Iedere keer zo voem, rechts langs me af, dan links. Nee, ik had een keer bij een lol, had ik een meter. Bart gooide zo'n mesje, weet je wat ik deed? Ik was met mijn volleybeer aan het dansen.
En op het einde gaat hij zo helemaal buigen zo. En dan ging een mesje over, bijna een keer zo overheen zo. Grappig, maar Au! Sorry! Neem me weg op! Hoeveel Wither-skeleton heads heb jij al? Waar vind je Wither-skeleton? Ja, in de Nether-fortress, daarom heb ik een fortress. Oh, ik haat Souls aan. Oh god. Ik ben vergeten mijn torch te plaatsen. Hier mijn torch en dan... Dat is niet goed dat ik vergeten mijn torch te plaatsen. Ik zie je gewoon best. Even weer naar beneden, anders verdwalen we daar echt goed. Ik doe het echt naar beneden. Ik ben helemaal vergeten torch te plaatsen voor heel die route. Oh. De eerste torch is een groot geëind hier vandaan en... Waar? Wow. Oh, nou weer weinig kaas. Yes. Shit, dat beest is nee, nou boos op mij. Oh, gelukkig hoor. Ik wacht van shit, ik kreeg een beest op dak. Sterren! Die zit er nog in bij mij, maar wacht even op mij. I'm under fire. Oh nee, hij ziet mij niet. Oké, in één keer komt er een glowstone random bij. Die was boos op mij dus. Nee, daar kwam dat ik een fireball schoot ik terug, dus ja. Dus waarschijnlijk echt weer op het plafond aangeknald. Ja. Waarom schoot die jetlag op mij als jij onder hem zat? Nee, ik zat niet direct onder hem, ik zat helemaal erachter. Maar ik voelde wel dingen inslaan en alles, dus... En ik wist gewoon dat er links en daar ergens er eentje zat. En ik dacht van shit, hij ziet mij. Waar ben jij? Je was gewoon een part echt... Eén part helemaal de nader. Maar waar ben jij heen? Waar ben jij heen? Kijk eens achter je. Waar ben jij heen? Okay. Sorry. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Dat is eerlijk gezegd het slechte idee wat je nou vandaag hebt gehad. En ik heb veel ideeën van jou gehoord. Nou, ik vond die Quantum ook wel leuk. Ja, ik weet het. Dat was eigenlijk eerst een naam, Quantum. Ja, hij hoort dus Town of Quantum. Quentin. Toen zei ik al gelijk Quentin. Van nee. Misschien vinden ze Quentin wel leuker. Het was niet Quentin, het nee, was Quentin of zoiets. Het is Quentin! Alles behalve Quentin. Iets met een Q en... Q-W-T-A-N-T-A. Quentin. Ja, allemaal leuk en aardig, maar loop nog met... Het verzaten nog een paar letters. Niet, het waren Q-W-A-T-A-N-T-A. Ik zie wat jij niet ziet en het is een... Echt, zie je er een? Ik zie het niet, ik heb lag. Dus dat betekent dat we een negerfortus hebben gevonden. Ik heb Render Distance Far en hij zit echt midden in awesome, het magma meer. Moet hier naar links. Hier naar links de muur in. Volg de torches maar. Guest, waarom? Ik geef je wel Archer dekking. Pimmek. Git ondergronds. Dat was bijna een pigman. Ik was blij dat je die niet raakt. Ik had nog een NPC village gevonden. Want er is zoveel gevonden, wel die op huis bijna afgemaakt vandaag. Oeh! Ja, ik ben... Kijk uit. Wacht, laat maar even kijken. Je mag zo kijken, ja, met dat blok. Dat was wel safety. Hey, het duurt langer voortaan om dit te minen. Oké, we zijn huldig bij. Ja. Hij zit in de... Hij zit in ik de... Weet oh, het. Hier! Achter ons. Hier. Hier. Kom naar boven, waar ik ben naar boven gegaan. Wacht even, ik heb hier al meerdere ingangen gevonden. Kom mee. Ik heb de nergens foto's gemaakt. Oh ja. Hé, hey, ja. Hou ik er gewoon in. Nee, hey, niet door met die strikken. Die nergens foto's, hou ik hem gewoon kapot, jongen. Hou ik hem binnen. Hebben we gelijk dan wat, kunnen we gelijk iets mee bouwen dadelijk. We zitten tussen de muren in. Goh. What the heck, dit is echt een raar voorkomst. Wat is het? Dit is
Ik snap het niet, waar is het? Oh, hier is het. Oh! Naar de brug! Ja, die kraften. Waar is terug? Oh, dat zag ik echt niet. Ik wou naar boven lopen. Ik ook niet. En toen keek ik boven en toen was ik magma en toen dacht ik, ren van mijn leven. Of ik ben dood. Ah, we zaten hier onder de... Ja, kijk, daar gaat hij net doorheen. Sluit dit even af. Sluit dit ook even af. Vanaf hierboven kunnen we makkelijk terugkomen. Gewoon één... Nou. Wow, er zijn twee banen langs elkaar. Drie. Dat zie je echt zo vaak, hè. Ik uit dat je niet in die gaten nee, pot nou zit tussen de winners. Oh. Deze zijn niet die. En nou nog zo'n skeleton. Het is irritant is als je gewidderd wordt. Een soort potion. Ja, widder betekent verdorren. Hey, skelet. Van de week soms. Soms komen ze niet goed in. Dat is een beetje de bedoeling ook. Maar ik zou net twee blazes hier een link in het hoekje zetten. Ik zag ze rechtdoor zetten net. Ja, dat weet ik. Die zijn net ergens heen gegaan. Waar zijn ze heen? Of ze zijn... Oh, wil ze nou opeens omhoog komen, hè? Waar rennen we? Heel erg cool is, hè. Dat heb ik één keer ooit gezien aan de overkant van het meer. Ik zag op dezelfde plek, hè. Een andere Netherfort zat die op de brug aansloot, zeg maar. En dat er zo'n afgebroken bruggedeelte was. Dat was echt goed gaaf. Nee, maar ze kunnen random spannen. Dus als ze hier gewoon even blijven rondhangen. Kom, ga niet naar binnen. Gewoon, ga gewoon naar een van die gangen heen. Die zo'n ja, hierheen. Oneindig lang lijken. Je maakt gewoon een gat in. Wat is dit? Een nieuw iets van Netherfort. Ze hebben nooit zo'n grote pauw gezien. Oh, het één grote... Wow! Schiet die gas kapot! Die heb ik wel. Ik kan er niet bij. Ik heb hem. Meer. Dit is eigenlijk best wel normaal wat je hier zet. Alleen dit ding... Normaal spannen die dingen zijn we ernaast de volgers gedeeld. Ze zijn niet erin. Oké. Naast de brug. Kijk. Oh, ik jumped er bijna van de markt. Kijk, daar heb je nog een vork allemaal daarin. Deze klinkt zo dom. Ik hoor vuur, dus ik hoor blaze. Zie je daar geen? Auw. Ik ga even op mij wachten. Ik ben je weer kwijt. Ja, ik hoor like always. Oh, ik zie hem, ik zie er één. Waar? Ik zie er twee. Er zijn geen skeletten. Hier. Auw. Dat is een freaking blaze, ik weet het. Auw. Oh. Ah, skeleton. Die komt er weer een skeleton aangerend. Ik zie hem. Ik ga rennen voor mijn leven. Ik heb de Widder Skeleton. Jammer. Nee. Ik ben blij dat ik aan de dood heb. Help me die... Oh, kijk uit! Oh, nog een skelet! That's one for the human. Oh, blaze. Ik kom van behind the wall. I'm in the building! Don't. Ik ben onder vuur aan nemen. Don't pijen. Die, please. Ik heb er geen plat. I'm not gonna die. No! Oh, but you are. Flashback, snel flashback. Oh, ik moet echt, we moeten potions maken. Druk snel flashback. Yeah. We leven nog. Ja, oh, cool. Ik zie hier mijn nieuwe skin, cool hè? Ja. Oké.
Ik heb de spanner van de blazer gevonden. Oké, okay, wacht even. Even check, check, double check dat hij niet boven zit. Er zit niks en behalve de blazer spanner. Weer een skeleton. Ik heb deze gang af, blok maar één. Ik blok mijn gang af, dus niet die spannen mollen, maar ja, gewoon die gang afsluiten. Er was al een skeleton naar boven. Oké, okay, maar ik sluit dit even af, dan kan hier tenminste geen blaze in. Dat is ook handig. Oh, hier kunnen ze doorheen vliegen. Dat was hier. Oh, die schieten er wel met de kant heen. Afsluiten, dan zitten hier veilig. Ja, dat weet ik. Maar dat is gewoon alleen maar zo dat wij terug kunnen schieten. Wow! Iets of. We gaan naar... We moeten... Nee, we moeten die gang hebben. Die gaat recht in de fortress zelf, niet in de gangen. We zitten nou aan de buitenmuur, we moeten naar binnen. Ik heb het helemaal onder vuur genomen. Kijk hoor, ze kunnen ons een... Oh, ik zou het weer een blazer spannen hier. Nicky? Kom snel! Ja? Auw! Auw! Vooral kill jij dat ding, dan ga ik proberen die gang af te sluiten. Loop door. Een van de fijne dingen aan Blaze is wel als je geen licht. Dit is een fortress. Oh, we moeten hier deze gang af. Daar is een spanner. We moeten deze gang afsluiten. Even wachten Jordi, want anders wordt ik echt spannend gekild. Ik anders beschotten wordt. Dan moet je gewoon zo'n stuk maken. Ik zie maar, een 3x3 slime die zelf moet gaan plegen. Schieten. Nee, zo, die zit heel boven in de hoek en die gaat naar beneden. Hij zit in je muur aan te lopen springen. Oké, maar ik kom eraan, ik val er af. Waar ben jij? Ja, hier ben ik. Is er een ben trap? Boven. Van verlichting, ik zie niet veel. Nou, ik zie jou. Oh ja, mag ik je altijd melden? Nee, mag ik niet. Ja, weet ik, daar wacht ik. Daar zit achter die magma-stroming. Ik ook. Ik heb nader. Ja, ik. Ik hou niet van de keer. Ik word ik haat magma. Ik zal wel... Oh, die magma hier uit de netherrack plek. Er niks opgespoeld. Meer. Zo. Nee, dit is ja magma. Dat is weg, ja. Maar. Oh ja, ik heb één reden heb ik mijn shovel meegenomen. Soul Sand. Die shovel of een slechte shovel? Door het minen van zoveel klei. Ik heb één blaze gehad, dus we kunnen een blue. Oh, hier moet je... Hier zal even uitkijken. Ik hoorde... Ik weet het, kom maar bij mij, dan zie je wat het was. Iets hier. Weet ook. Ja. Ik heb mijn netherrack nodig. Graaf gelijk een goed gat. Spooky. Dat is echt eng, jongen. Dat ik er nou eens tweeën zijn, maar normaal ga ik echt nooit zo'n ding in. Aha. Een rondje gelopen. Ga je een rondje dingen? Gelopen. Maar hier, even hier. Die naderrijk verzamelen, want ik heb echt te weinig naderrijk. Gewoon niks omhoog. Hier. En nog. Laag. Hier. Dan links gaan. Of rechts. Zo'n balkon. We're gonna get so lost.
I have a bad feeling about this. Gave. Heb je een fatsoenlijk gehad? Nee, daar hebben we. Heb je een fatsoenlijk gehad? Oh, leuk. In principe zo'n plekje. En nu, hier naar boven of daar? Laat erin zien. We gaan die kant op, want daar kwamen we vandaan. Hier zit nog meer, maar we gaan hier naar boven, sowieso. Ik heb het opgegraven. We moeten maar fixen dat die dingen niet meer in een bergje spannen. Ja, maar ook fixen dat ze niet elkaar door elkaar heen spannen. Maar ja, dat is heel moeilijk. Ja, ze moeten spannen dat die per op een mega magma meer gewoon spannen. Dat is gaaf. En dan gewoon al die broodjes de land op gaan. Oh, dat loopt dood. Naar boven. Nee, ja, waar ik heen ging, dat loopt dood. Ja, ik heb meegegaan. Ik weet alleen maar dat ik verdwaald ben hier. Ik wil je eten. Ja, leuk. Ik heb eigenlijk nog 22 eten bij gelukkig, want anders... Dat loopt dood. Ja, daar is voor de echt niks hier. Nee, ja, naar de rijk, daar heb ik echt alles. Ik neem maar mee. Ik ga kijken wat hier buiten is. Oh, hier zit nog zo'n... Hoe gaan we dat uit? Okay, ik ben hier achter die trap doorgelopen, volgens mij dat het ook... Nee, maar ja, we kunnen gaan wel we zelfs vandaan. Nee, dat loopt dood. Ga eens een keer een fatsoenlijk gat. Daar kwamen we net vandaan. Nee, hier zijn we niet geweest. Ook al geweest? Oh, naar boven dan. Ja, want die kwam toen de andere kant op. Kijk maar terug. Zijn we ook al geweest? Heb je alles al gehad volgens mij? We moeten We moeten uit deze plek komen. Naar beneden hier. Nee, je hebt ook al gehad. Nee, deze nog niet. Oh ja, hier ook al geweest en toen hier rechtdoor. We gaan weer rechtdoor. Het loopt hier allemaal zeg maar een klein beetje dood. Ja, we hebben hier boven nog gesplitst. Dat is dood. Of niet, hè? Oh, een fortress. Talos loopt dood. Nou, ik weet niet wie deze weg heeft gemaakt, maar... Big men zijn niet de beste in engineering, oké? Okay? Houd hier een dak op. Weet ik veel. Oh, ik heb even die gang. Ja, we kunnen gewoon een dak op. Goed idee, dat gaat een stuk sneller. Is dat beter op boot? Nee, hier naar boven. Ik hou dat je niet in de magma pool valt, dat zit echt vol met magma. Alweer? Ja. Dan gaan we. We denken gewoon dat. Oh nee, dat is geen steunpilaar. Krijg je ook rol? Ik ook. Ja. Ik heb ook al geweest. Vlees. Ik gewoon naar beneden gaan en dan... Ah! Rennen! Ja. Dus ik denk van, waarom denk je, waarom heb je dat erin gezet zeker? Deze hebben we niet. Dan zie je dat die blaze, maar wij kunnen nog steeds doorlopen, maar die blaze kan dan niet recht doorheen schieten. Want dan was er maar toch een klein probleem dat die blaze al de gang doorschoot. Zit hier wel iets. Daarvoor heb ik dat gedaan hier een keer. Geen idee. Ja. Er zit iets. Oh ja. Het ziet eruit als kapot. Ingezakt. Nou wacht. Dat is zo'n kapotte gang. Kunnen we net... Oh daar! Ik zie er even. Ja, weet ik, maar daar zitten ze nou. Komen net vandaan. Die zijn nou gespannen.
En ja, ga jij erheen en dan... Ja, maar zo, als je je oog op hem hebt, dan pas kom ik eraan, anders die spant hij dadelijk. Blijf gewoon naar hem kijken nou. Oh, hij gaat nu naar binnen. Die dingen zijn huge! Hij gaat waar naar binnen? Zeg een boutje. Ik heb hem geraakt. Weer geraakt. Hij is dood. Die blaze ook. Oh nee! Die is dood, die heb ik niet gesniped. Ik ga snel die items halen en ga weg. Nee. Kijk wat die ding heeft gedropt. Ik heb bijna geen arrows meer. Maar, ja, ik heb nog 6 arrows. Ik heb een stack en... Ik af. Nee, dood. Hij is dood. Aangezien je beschoten wordt, denk ik. Kom maar naar mij toe. Ja, die wel, ja. En er al. Ik heb hier de muur vol geknald. Holy! Je liep hier en ik zag er onder van. Oh ja, je zat een blazer spannen. Oh, je zat geen blazer spannen, maar je zat een ton aan blazen. Ik ga het zo vermelden. Jij, ja, nou, oh. Nou ga jij, jouw broer. Auw! Jij rolt mij? Auw! Jij rolt mij? We hebben meer blazer nodig voor een blazer powder. Nou, ik dacht dat voor broer. Hier ja, links. Twaalf hier. Ah, echt. Nee, we weten altijd de weg toch. Maar ik moet even in de midden schakelen. Ik voel niet waar we. Kom eens naar boven, want ik heb er een idee. Okay, je hebt ja, heel erg gewaagd. Ja, hier zo. Ik heb heel erg gewaagd, Jordi. Hoe moeten we daar komen? Ik denk gewoon zo, hè? Wacht even eten. Zwaar niet eigenlijk, technisch gezien. Zijn we hier weer? Er zit niks. Kijk, we gaan over die brug heen, waar al die magma zit. Volgens mij wel, trouwens. Er zit te veel blazen. Uiteindelijk niet. Die brug gaat nergens heen, maar naar de zien mijn peren. Nou, kijk, uit als ik beschoten word. Er zit een army blazer. Brug, kijk. Wat zit hierin? Ik weet niet wat jij doet, maar ik ga hierin. Sowieso. Echt, we hebben nog een rondje. Of een vierkantje. Nou, wat is dit nou weer? Hoi Nicky! Er zit hier ergens een... Oh. Zo irritant, hè? Die dingen zijn bijna... Oh. We moeten... Je bent erin geweest, jij 10 keer tegen jou van gaan, dus ik heb een fatsoenlijk gehad. Als we lekker uit weten komen, we gaan niet terug in deze fortress. Ja, we gaan in dit gedeelte van de fortress. Hoe komen we hier terug? Gewoon hier omhoog. Ah, we zijn weer hier. Dan gaan we nou hiervoor. Naar beneden. Auw. Weet je. Waarom heb je dit eigenlijk zo dicht gedaan? Ik wil even een killen. Ja, we gaan niet beter doen spankje. We gaan de impact van het ding, dan ga ik aan de andere kant staan. Die... Ga maar, Jordi. Holy crap! Oh, opleiding! We zitten direct om het hoekje. We gaan die spam killen. Kom dan jongen.
Grijp hem gewoon. Of... Hoze ambushen mij! Cheaters! Spamkill gewoon. Hahaha, wij zijn sterker dan jullie. Hebben jullie spawner geneutraliseerd? Gaan van alles lang. Kijk jij? Jij gaat telkens voor mij lang als ik hem wil mappen. Hoeveel blazerots heb jij? Ik heb hier. Hoeveel blazerots heb jij al? Ik heb er drie. Kijk, ik neem afstand en dan als ik eigenlijk dan... Ik heb er 5. Nee, niet. Doe dat pik, ik zal damage op die dingen. Dat zou ik me niet doen, eigenlijk. Dan heb ik dat denken. Wat was het spannen? Wacht, komt dat die torches niet willen spannen, waarschijnlijk? Nee. Ja, zie je, het was de torch, was de torch. Nou, nieuwe. Die dingen ook niet spannen, die damage hier. Weet je, dus dan is het even donker, is het even licht, dan spannen ze niet. Daar is het mee. Die dingen die spannen alleen maar als het donker is, volgens mij. Die dingen spannen alleen maar als het donker is, dat moet wel. Ik heb een silktacht pickaxe nodig. Bijna erin zien de spannen alleen. Ja, oh, man! Ik ben al bij deze op een plek, help mij! Met mij toe. Ja, dat bedankt, ik heb er nog 6. Wacht zo dat we beter kunnen vechten. Goed idee, gaat die achter mij staan. Goed idee. Zie je wel Rijn, ik heb er een, ik heb maar een. Staat in de fik. Je meent het! Ik moet heel de vloer vol hebben, maar tochtje kunnen ze altijd veel niks meer uit. En dan wel het graag op de muren ook, want anders gaat het. Deze die, niet die rand weghalen, want ja, dit zorgt ervoor dat. Nee, dan moet je niet die rand last hebben van hun vuur. Verspreiding. Oh, Nicky. Zo plaatsen. En dan hier op de rand. Ja, weet ik. Laat hem eens op mijn schieten, bedoel ik. Ik wou net zeggen, laat hem eens op mijn schieten en dan ramt hij hem helemaal weg. Dan kijk dat mijn tactiek wel werkt, hè. Als het echt werkt, dan hebben we echt gewoon de beste manier ooit bedacht. Ik de beste manier ooit bedacht. Oh my god! Ik te killen. Kom even voorbij. Een triple burning graad 3000. En als ze me raken, kunnen ze het uithalen. Oké, dit is gewoon te makkelijk. Kijk, als je dit gewoon zo rol dumpen dan. This is really gonna ruin their day. Zie je, alleen maar als ze mij raken, doen ze mij, kunnen ze mij damagen. Zie je, ze schieten allemaal op de omgeving, maar dat die torches er staan, had ik gewoon geen effect. Oh, ik heb er weer een. Ik zie hem uit de lucht. Dus weet er nog één. Bijna de mensen ga ik een nieuwe 5 hechten. Behind you. Oh shit, dat ding killt mij dadelijk, Jordi. Jordi shit. Jij vindt mij niet aardig, hè, Nicky? Oké, Nicky is dood. Wat is er nou weer? Ja. Was ik niet, dat was een zombie. We hebben in ieder geval genoeg gelezen wat voor een ruling staat. Punt 20. Ik ook. Ik wil er 3 in mijn huis. Nee. Ik krijg er 4. Ik heb hem nu al kapot. Dat is eigenlijk niet op de skills van jou, een hele muur ligt erin.
Tuurlijk, nou mijn schuld. Die heb jij eruit gemapt. Kom dan. Kom dan, jongen. Oh ja, niet jij, niet jij. Je gaat, omdat je een Pikmin aan het doen, dan we die nou niet tellen. Dat zou echt... Waar? Oké, er zit een ghast. Holy! Naar boven, een blinde ghast. Nee, van mij! Niemand. Jos, heb ik eigenlijk dan de taal? Helemaal niks. Nou, rent hier. Oh, er zitten er twee. Oh shit, oh, nee. Wat? Die zou je even zelf moeten doen, joh. Ik ben te veel damage krijgen. Heel veel damage heb je. Ik heb maar twee hartjes. Oh, ik heb nog een gang, maar wanneer dat. Ja, laten we. Maar hebben we niet meer al genoeg materiaal, joh? Fire resistant. Is goed. Oh, dat is gewoon een pak. Ik dan niet zo'n keer doen. Tweede, maar hoe vinden we hier ooit de terugweg? Dat is een trap in die uit. Voor jou. Voor die blazer of voor mij? Skeleton. Oh. En een wilde skeleton, help mij. Move it, move it. Aan de kant, aan de kant. Je hebt zijn hoofd gekregen, hè? Oh, die kubus! Oké, maar nou nog steeds voeten. Gigantisch. Oh, terug. Moet sterven! Holy! Dat is gewoon een kubus. Het ding is immens, ik kan niks. Arrows, wegwezen daar, Johanny, wegwezen. Mag maar cream. En die kunnen we gewoon afslachten. Ja. Heb jij magma cream? Wel die kleine pokkenbeest ook. Zo weinig, maar ja, is genoeg. Ja, ik heb één magma cream. Dat is moe. Hier door de grond. Oké, waar zijn we überhaupt ooit uitgekomen? Oh ja, we zijn... Oh ja, die dikke herkenning nog. Tuurlijk, we zijn ja, hier... Kwamen we vandaan. Niet in de grond graven, slimmerik. Weet je echt niet meer? Alleen ja, de magma. Ik weet het nou wel weer, maar... Oh, er is hier helemaal geflirt. Ik ben niet in mij gaan staan. Ik heb blokken, laat mij. Maar... Oké, okay, jij wil altijd magma. Doe dat niet met die blokken, die zijn kostbaar. Doe dat met netherrack. Die kost wat uit deze dingen, dat wil niet. Net dat ventje. Je kan die dingen niet craften, hè? Of wel? Gewoon, weet je hoe ze die moeten maken? Ik kan daar wel eventjes een crafting recipe misschien laten zien. Dat zou echt epic zijn. Ik zal er wel een paar plaatsen. Stoomprik nodig hebt, hè? En kan ook. Neem gewoon priks en netherrack. Dat je het daarmee maakt. Hetzelfde als met een iridium oor, een tacket, alleen dan zonder die diamond. Juist, nee, dan moet je daar midden een aansteker. Of een ander teambak. Mag mijn bucket. Ook nodig. Nee, soul sand. Ja, toortjes gewoon. Nee, midden hoe soul sand. Maar waar ben jij nou weer heen? Ik zoek soul sand. Oké, okay. Oh ja, handig dat ik niet heb gezet, hè. Dat is makkelijk gevonden. Ik geef die toortjes volgen. Wauw. Ik viel twee blokjes. Oh ja, dat is een bug. Twee blokjes vallen als schade krijgen. Waar? Als je twee blokjes. Niet als je twee blokjes. Dat is geen bug. Dat is echt al altijd.
Oh nee, maar dat is met 3 al, hè? Ja, maar 3 krijg je ook geen schade. Als jumpt jij er vanaf, want dan is het wel 3. 4. Meestal, soms wel. Ik begin te denken, wat mag met de stroom dat we hier gewoon al die tijd niet zijn geweest. Ga naar... Waar moeten we heen? Pigment valt er vanaf, ik schok me al dood. Hier naar boven. Ja, ik hoor weer die slaande dingen om me heen. Kijk, hier is de volgende torch. Ik dacht dat jij hem sloeg. De grond sloeg hem! Dat hij de zwaarste met de grond de hele tijd. Je kan toch niet naar de hoop, hè? We gaan nog niet de wedderbos maken. Kan dat ding? Ja, we komen pas in, we komen één schedel te kort, hè? Nederbricht, ja. Ja, en dit is de Nether Fortress. Dit is de Wedderbos. Als die... Die komen net vandaan. Verkeerde kant, joh. Die moeten hier naar beneden. Oh, wacht even. Ja, maar we waren hier aan de andere kant omhoog gegaan. Dan moeten we hier naar beneden. Oh. Want het is de veilige weg naar beneden. Oh, we moeten hier naar beneden. Hier raakte een ruzie met zo'n gast. En toen begon hij te schieten. Kijk, hier staan weer heel veel tortjes op elkaar. Heel dicht. Maar dat staat er even uit. Ja, even ah, ik zie de toortjes. Ik doe dan meer. Ja, ik heb de toorts. Ja, die staat hier wel erg camoufleren. Ik zet die ergens. Heb je nog een toortje, nog een toorts. Oh, ik volgde precies de weg zoals ik moest lopen. Dan flikker ik in een vlammetje. Oh, kijk alsjeblieft hieruit voor dat. Dat gat. Ik zat al even op te vallen. Ik sprong er echt recht over in de gat als hij van 80 diep. Yay, waarom hebben ze hier geen orks? Dat is een plek. Dit is een cave. Dat zou wel cool zijn. Weet ik niet. Weet ik, maar dat is de plek. Ik kan het wel van de andere kant niet, want als je die mine krijgt, dan boven de pigment er weer heen. En die wedderbos is ook alleen maar een promotie om de Nether te promoten. Met de Nether, ja. Ja, dat was ook al met de Eye of End, hè? Ja, dat je iets in de Nether moet doen in plaats van... Heb je die blaze powder voor nodig? Hoezo? Oh ja. Maar dan is het tenminste iets meer te doen in de Nether als... Netherrijk verzamelen om een vuurtje in je schoot in of in je open aardappel. Ja, voor de End te brengen was het echt gewoon van, ja, wat moet je hier doen? Of... En niet iedereen maakt potions, want dat vinden de mensen bijna niks aan. Weet je nog Nicky, die dikke poosje van drie keer wat ik heb gemaakt? Oh nee, dat was jij niet. Dat was jij niet. Wanneer? Ik ben zo dom. Nee. Dat is nog voor mijn tijd. Ja, dat weet ik, maar het is wel. Oh, moest hij een... Oh shit, we zijn verkeerd gelopen. Verkeerd, we moeten terug. We moeten het eindje terug. Hoe ben jij in bed tegengekomen? Die ben naar beneden. Hoe ben jij hier een vleermuis tegengekomen ooit? Wat? Je zou in één keer vliegen. Of het was gewoon een schaduwbug, dat kan ook. Maar ik zag in één keer iets door. Of het was gewoon zo'n magma wat omhoog jumpten ofzo. Kijk uit voor die stroom. Met lag. Zo'n lievelingsonderdeel. Magma jumper. Ja. Moet jumper doen met die hoog niet boven de magma zetten. Dat doe je het gewoon niet, hè. Ja, maar ik kan deze bukken zo. Nog wel, dan doe je het niet. Oh, mijn geluid, jongen, dat klinkt niet goed. Ik wou niet in Pikmin. Doe maar. Sowieso, hij hapert. Ja. Oh. Ja, dat mag kopen. Anders geef je chatjes. Anders met kerstmis opgelost. Ja, die heb ik nu al, maar ik heb beter gedaan. Dan heb je toch al die computers? Ja, oké. Okay. Ja, dat weet ik, maar dat is even operationeel. Ja, maar kijk, hij lekt. Computers alleen hebben die, mij niet werken, daar heb je niet van aan. Hetzelfde PC gebruikt als spelen, als filmen. Dus, maar ik laat mijn laptop altijd... Ja, daarom die laat ik gewoon de server hangen. Ja, dan moet ze maar weer geregeld worden. Ja, maar die PC die gebruik je natuurlijk eerst om te filmen voor dat 24 uur. Ja, oké, maar totdat je die andere helemaal goed hebt.
toch gebeuren. Waarom meld je dat nou? Oké, maar we gaan er niks anders over klappen, want het is niemand zeker. Dan Robby, dadelijk even. Oh, hij is er wel. Hoe de heck zijn we hier ooit... Als we uit de zijn, zijn we omhoog park, geklommen. Hè? Ja, we zijn hier omhoog geklommen. Ik zou net een torch staan. Hoe... Ja, en dan gaan we... Dan komen we naar Rob zijn specialiteiten. Rob, we hebben fire resistant potion. Tons en tons of potions. Oh, dan kunnen we hier... Dan kunnen we hier safe... Zeven hoogte van de winnen. Ik heb een water ingezet, een potion nodig. Kom hier vandaan? Geen klopt. Oh, daar is een klopt. Ja. Dat zei ik toch hier. Ja, maar kijk, als ik geen lek heb om te rijden, dan is het handig dat ik een potje zet. Dat is wel echt lang is. Dan denk ik wat ik ben. Dat weet ik, maar zijn we daarom hebben we 20 uur. Gepakt. Mensen het niet leuk vinden als wij 20 parts bezig zijn met terugvinden van waar kwamen. Ja. Yay! Maak er maar 24 uur van. Zal ik de hard verhalen hebben we 24 uur, Filipje? Denk maar dat we de winnaar onze terugweg vinden uit de Nelk. en na 12 uur zien we... Ik denk dat we de verkeerde kant oplopen al de tijd. Dat zie ik ook nog wel gebeuren. Hey, maar ik heb een idee. We doen alles wat we dat net hebben gekregen, doen we daar even in één chat, oké? Even in de... Zit in? Die kleine chest hier vooraan. Dat is de loot chest. Even kijken wat we allemaal hebben verzameld. Jullie hebben allemaal hebben, hè? Iron now. Oh, daar hoort hem bij. Ja, ja, ja. Die hebben we. Charcoal. Dit. We hebben dit en we hebben dit. Nee, die kool hoort er wel bij, maar niet charcoal. Oh, nog meer kool. Ja, die krijgen van die Wither Skeletons. Echt, oh, die kool. Vergeet het. Oh, awesome. Dus dit is onze lading naar 1 uur. Mag ik zo'n Wither Skeleton hoofd? Die heb je op je hoofd. Niet. Nee, dat is gewoon zo'n normale hoofd, Nicky. Die heb ik niet op mijn hoofd. Heb je wel. Niet. Nicky, geef me even een plaats waar een huisje moet komen te staan, maar wat ik dan echt kan vervangen door een farm. Ik kan gewoon alles op een farm maken. Ik haal het farm wel weg als het... Maar zullen we nou de part eindigen? Ja. Gaan wij even hobbyloos onze farm leeg plukken? En ik potions moet maken. En Rob, jij gaat nog geen potions maken, dat doen we als Jordi aan het filmen is. Oh, farm! Kun je ze maar een beetje uitleggen van hoe je de potions maakt? Dat zullen mensen ook wel waarderen. Ik wel. Oké. Ik speel Minecraft al een jaar en ik zag... Ik weet wel hoe je ze maakt, alleen niet. Serieus? Serieus, ik weet dat nog steeds niet. Ja, ik weet hoe je de basic potion maakt. Oké, maar dan eindigen we hier apart zo'n building. Town. Ja, town. Hoe heet het eigenlijk? Town. Dus, ik weet wel hoe je typt, je typt het zo. Downtown. Ik weet het niet meer, maar het is dat woord. We gaan er even onder de knie. Okay. We gaan er onder de knie krijgen om het uit te spreken en dan zien we je later.